Hi, ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de Shure Beta 58A. Nou, de Shure Beta 58A is eigenlijk de ene na de meest legendarische microfoon die er misschien ooit wel is gemaakt, dus buiten de SM58. Deze microfoon staat bijna op iedere verhuurbedrijf wel op de lijst en dat is Eigenlijk niet voor niets. Hij is klankmatig is goed, hij is stevig. Deze microfoon die staat bijna op iedere verhuurlijst en de reden is namelijk: hij is robuust, het is dus heel betrouwbaar. Hij is degelijk en hij klinkt gewoon heel erg goed. Uh, daarbij is hij ook heel handzaam, hij pakt heel makkelijk. Uh, de kop is, uh, is uitwisselbaar, nee, niet uitwisselbaar. Uh, de kop die kun je losschroeven, dus als er uh, Iets mee is, dan schroef je hem gewoon los. Een van de uh, specificaties: deze microfoon heeft een frequentiebereik tussen de 50 en de 18 kilohertz, dus eigenlijk het volledige spectrum geeft hij weer. Is met name heel erg geschikt voor vocalen. Heeft een vrij heldere uh, top en ook een heel warme ondertoon en dat maakt hem eigenlijk een, dat hij ook vrij breed inzetbaar is. Het is een dynamische microfoon, dynamisch wil zeggen dat hij niet met spanning gevoed hoeft te worden. En uh, hij is supercardioïde en dat wil zeggen dat het patroon uh, heel erg gericht is, zowel voor en als aan de achterkant. Uh, bij supercardioïde moet je wel uitkijken, als je een monitor gebruikt, dat je de motor niet direct uh, achter je zet, omdat hij juist daar iets op pakt, maar eigenlijk schuin in de hoek uh, plaatst. Ik uh, ga de microfoon even wat dichterbij houden, dan uh, heeft u ook een beetje idee hoe het uh, klinkt. De opname die u nu hoort is dus echt ook via deze microfoon gedaan. Um, nou, wat zit er standaard bij? Er zit standaard een originele Shure klem bij. Uh, we hebben een ringvatting erbij. Dat is namelijk een adapter om op een statief te plaatsen. Ieder statief heeft namelijk twee afmetingen: een grote en een kleine. Heeft een grote vatting, dan gaat hij er rechtstreeks op. Heeft een kleine vatting, dan moet je dat ringetje hier inschroeven en dan op het statief. Zo simpel werkt het. Voor de rest hebben we standaard ook nog een originele Shure tasje erbij. Wilt u meer informatie met betrekking tot deze Shure BET 58A? Klik dan op de link hierboven. Of hiernaast en u wordt doorverwezen naar onze productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube kanaal.